Welkom bij deze video over werken of studeren. In deze video gaan we kijken naar de keuze tussen werken of studeren, redenen waarom je zelf zou gaan studeren en ook redenen waarom de maatschappij studeren belangrijk vindt. Dat is ook natuurlijk waarom de overheid zich bemoeit met onze studies, studiekeuze en scholen. Dus we gaan kijken naar overheidsingrijpen rondom studeren en ook nog studeren op latere leeftijd. Als je een middelbaar schooldiploma hebt, kun je in principe 3 dingen gaan doen. De meeste mensen gaan gewoon studeren, maar dan moet je eerst even weten welke studie je gaat volgen. Je kan ook meteen gaan werken en denk ik ga dat later, ga ik nog wel cursussen, aanvullende studies doen en dan verplaats je het leren wat naar een later moment. Of je begint direct een eigen bedrijf en denkt ook van dat je dan later nog cursussen je gaat volgen. Studeren is een vorm van intertemporele ruil. Dat betekent dat je nu tijd en geld investeert, zodat je later een betere baan of een leuker werk of meer salaris kan krijgen. Het is ook investeren in menselijk kapitaal, oftewel human capital. En dat kan persoonlijke redenen hebben of maatschappelijke redenen. Persoonlijke redenen liggen heel erg voor de hand. Hè. Gewoon voor jezelf je eigen kennis en vaardigheden opdoen, jezelf ontplooien als mens. Het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt, zodat je eerder een baan krijgt. En het vergroot ook je kans op een goed of beter salaris. Maatschappelijke redenen waarom studeren belangrijk is. Nou, een goed geschoolde bevolking die kan natuurlijk kwalitatief ook betere producten maken. Beter omgaan met maatschappelijke veranderingen, omdat ze eerder begrijpen wat er aan de hand is. Meer produceren in dezelfde tijd. En die is heel belangrijk, want daardoor zal de arbeidsproductiviteit stijgen. Als die arbeidsproductiviteit stijgt, gaan de arbeidskosten per product dalen en de kostprijs voor de fabrikant die daalt. Daardoor wordt de concurrentiepositie van bedrijven beter. Of ze gaan meer winst maken, hun investeringen gaan stijgen, er komt meer werkgelegenheid, wordt weer meer geproduceerd en uiteindelijk zal de schaarste in de maatschappij afnemen. Dus de welvaart voor iedereen zal stijgen. Nou, de overheid weet het ook dat studie belangrijk is en gaat natuurlijk ingrijpen hierbij. Nou, het allerbelangrijkste wat ze doet is een subsidiëring van het onderwijs. Onderwijs is dus een quasi-collectief goed. Ze had het aan kunnen laten bieden door bedrijven, maar omdat mensen gewoon laten betalen. Als ze onderwijs gingen volgen. Maar ze vinden het zo belangrijk dat iedereen goed onderwijs kan volgen in Nederland. En daarom subsidiëren ze het onderwijs. Daarnaast kun je, als je verder gaat studeren, nog studiefinanciering krijgen. En er zijn ook diverse wetten en regels, zoals de leerplicht tot je 16e en de kwalificatieplicht. Dat betekent dat je, voordat je van school af mag, als je nog geen 18 bent, moet je eerst minimaal een HAVO-diploma of een MBO-2 diploma hebben gehaald. En dan ben je gekwalificeerd om de arbeidsmarkt op te gaan. Dat is die kwalificatieplicht. Studiefinanciering is niet meer zoveel als vroeger. Het grootste gedeelte bestaat uit leningen. Dus kijk er maar eens door. Het leninggedeelte. Dan mag je zelf kijken hoeveel je leent. Maximaal iets meer dan 1000 euro per maand. De aanvullende beurs is voor studenten met een... waarvan de ouders een wat lager inkomen hebben. En dat gedeelte wordt een gift bij het behalen van diploma. Studentenreisproduct. In principe wordt het ook een gift als je binnen een bepaalde tijd je diploma haalt. Omdat je nooit te oud bent om te leren, zijn ook heel veel mensen die later, dan hebben ze al lang een middelbare schooldiploma of een hbo-diploma, toch nog zaken opnieuw willen gaan leren. Dan hebben we het over herscholing. Dan ga je eigenlijk bestaande kennis die je vergeten bent opnieuw leren. Bijvoorbeeld iemand zou opnieuw een basiscursus wiskunde kunnen gaan doen, omdat hij wiskunde nodig heeft voor een vervolgopleiding of zo, maar het eigenlijk allemaal wel een beetje vergeten is. Bijscholing komt vaker voor. Dan ga je nieuwe kennis toevoegen aan je bestaande kennis. Dus je doet al iets in een bepaalde richting. Bijvoorbeeld je hebt het HBO bedrijfseconomie af. En dan ga je een Master Financial Control volgen, zodat je nog meer weet over bedrijfseconomische berekeningen
en aspecten. Omscholing, dat is voor mensen die een hele nieuwe weg inslaan. Dan ga je nieuwe kennis leren voor een heel nieuw beroep. Bijvoorbeeld een kok die merkt dat hij het werk toch niet leuk vindt en zich om laat scholen tot timmerman bijvoorbeeld. Dat was het voor deze video. En graag tot een andere keer maar weer.